twee, één. Sorry. Oh, oké, okay, dit is heel goor. Ik weet het niet zeker. Ik ben echt niet blij. Met degene van dit is erg. Zullen we nu nog eentje doen, stelling? De Bean Boozle Challenge doen. Je hebt allemaal jelly beans. Maar die groene, die kan peer zijn. Sappige peer. Of stinky bug. Of snot. Deze geur. Vind ik leuk. Het stinkt echt heel erg. Ik heb even op de shirt gehad. Oh ja. En ik heb een paar, zeg maar, mythes van eetstoornissen. En dan gaan we kijken of we het allemaal met elkaar eens zijn. Oké. Okay. Het is ook het in de ergste. En dat kan zijn een pomegranate. Of een old bandage. Wacht, ik heb een andere mooie. Die van jou is donkerder. Oh, dit is een ander. Dus pakken welke je denkt dat het moet zijn. Ik denk dat die op is. Helaas. Maar dan neem jij deze. Oh, hier was er maar één voor de helft. Nee, maar dat is nog een viezere. Dat is kots volgens mij. Het moet. Ik vind het nu niet eerlijk, want nu heb ik een andere smaak dan jou. Oké, dan neem ik die van jou. Dan neem ik die van jou. Zullen we even zeggen, want die is waarschijnlijk. Deze? Die is of persik of kots. Ik wil niet. Dus iedereen. Dat is het. Kom, die gaat. Oh, het is persik. Oh, nee. Nee. Ja, je moet hem. Ze spuugt hem uit. Jij was net met degene van niet uitspugen. Dit is echt heel vies. Dit is erg. Ik ben echt niet blij. Waarom blijft het? Stelling. Je gaat er. Je kunt alleen een eetstoornis ontwikkelen als je een trauma hebt. Nee. Ik ben het ook echt super oneens. Nou, je hebt natuurlijk trauma dat je zeg maar vanuit je generaties hebt meegekregen. Dus je kan misschien onbewust zijn van dat. Het trauma dat er speelt. Ja. Maar ik denk niet dat je een traumatisch event nodig te zaken hebt om een eetstoornis te ontwikkelen. Plus, een trauma kan ook kleiner zijn dan één groot heftig gebeuren. Het kan ook, bepaalde opmerkingen in je leven door kan ook trauma zijn. Ja, dus wat is trauma? Maar het is gewoon aanleg, opvoeding. Ja. Omgeving, ervaringen. Ja. En het kan ook iets wat kleins is, wat voor jou tot iets groots uitgepopt is. Bijvoorbeeld, je kan van je fiets afvallen. Dat als heel heftig ervaren hebben. En dan dat het vanaf daar is steeds meer angst om van je fiets af te vallen. En toen wordt het angst voor dit. En zo kan het ook verder gaan. Mm. Dus, het allemaal oneens. Kort gaan we weer draaien. Nee. Birthday cake of dirty dishwater? Oh, dat is wel oké. Ik denk dat die oké is. Dat is gewoon van lachen over. Oké, we gaan het doen. Oké. Oh, oké, okay, dit is heel goor. Ik heb birthday cake. Oh. Ik heb al zin in een vieze. Maar waarom ben je zo casual? Ik ga dit gewoon aan. Ik bewonder dat. Okay. Zit er een raar smaakje aan? Ja, ik vind hem niet lekker. Had je dan een birthday cake of had je de dishwasher? Ik weet het eigenlijk niet eens. Ik ruik wel allemaal rare dingen. Ik denk dat ik inmiddels zelf ben. Het is net alsof er ergens een vuilniszak ligt. Ja. En je hebt geen zin om die weg te gooien. Ja. En daar staat er 2 dagen. Ja. Een eetstoornis gaat nooit meer over. Oneens. Ook oneens. Misschien een klein beetje eens, maar niet dat het echt eetstoornis is misschien, maar het blijft altijd hangen. Ik ben 25, dus misschien gaat het op een gegeven moment wel weg, maar ik moet voor mezelf altijd scherp blijven van oké. Okay. Je weet dat je er een gevoeligheid voor hebt, dat. Het is wel een copingmechanisme waar je eerder op terug zou vallen ja. dan bijvoorbeeld ineens een alcoholverslaving ja, of een gokverslaving. Als er iets gebeurt, is het waarschijnlijk weer in die hoek. Ja, je wel scherp moet zijn. Ja. Niet dat je nog een eetstoornis hebt, maar je gevoeligheid inderdaad. Ik denk een gevoeligheid. Dat herkennen we allemaal wel als er iets heftigs gebeurt. Maar dat betekent niet dat het me eens was niet over is gegaan. Ja, dus eigenlijk oneens. Ja. Het is wel zo dat er ook wel een percentage is dat niet herstelt. En dat een percentage is dat gedeeltelijk herstelt. Maar je kunt niet zeggen het gaat altijd over, want er zijn mensen waarbij het niet over gaat. Dat betekent niet dat je niet, ondanks dat, kan blijven werken aan de kwaliteit van je leven, ondanks waar je mee worstelt. Ja, je kan 80% hersteld zijn. Ja. En nog steeds gewoon. En een fijn leven hebben. Ja. Maar wel met een paar achterdeuren. Ja. Nou, wij zijn allemaal hersteld. Ja. Dus dat gaat goed. Oké, draai hem. Barf. Er zijn er 2! Brian en Monica. Ik vond dit echt heel heftig. Zo, oké, wie dat is. Echt pijn. Nee! Ik heb ook per se. Nee! Oh, dit is lekker. Ja. Oh. Ik ice tea. Ja. Nou. Had ik het ook kunnen doen. Oh. Hallo. De zonwering gaat omhoog. Even als context.
tegenover ons zitten allemaal ramen. Dus als we nu een visie hebben en iemand zit tegenover toevallig te kijken, dan zitten wij zo van... Hey. Nee. Butter popcorn of wat een egg? Oké, ja, maar deze vind ik wel heel erg. Ik wil hem echt niet. Nee. Mag ik pakken al? Ja. Oké, okay, want er zien er twee, joh. Ja, er zijn twee, dat allemaal twee. Het is echt... Oh. Ja? Oké. Okay. Ik heb goeie. Jij ook, denk ik. Ja. Ik wist het niet. Dit weet je wel. Maar je gaat een soort van fantoomsmaak. Ja, ja. Wat je denkt van. Het is ook een rare nasmaak aan deze, moet ik zeggen. Die nasmaak? Ja. Ik denk dat het allemaal een beetje door elkaar heen zit. Een heel klein beetje. Iemand met een eetstoornis heeft daar zelf voor gekozen. Nee. Nee, denk ik niet mee eens. Super oneng. Iemand zei dat een keer tegen mij, hè? Wat dan? We hadden het over wat we hadden avond gegeten. Ik zeg, ja, ik was in de knie, ik was niet echt lekker. Ja, maar daar heb je zelf voor gekozen. Zo. Wat? Ja. Maar nee, tuurlijk niet. Nee, je kiest er niet voor het overkoop. Nee, zeker niet. Ja. Dit is toasted marshmallow of stinkbak? Een stinkbeetje. Ja. Nee, want we hebben maar drie. We hebben maar drie. Oh, wat jammer weer. Wie gaat er één van niet nemen? Loris, want die heeft gehad. Ja, twee keer dus. I'm fine. 3, 2, 1, go! Oh. Ik weet het niet zeker. Ruik jij wel gewoon de goeie? Ik weet het. Nee. Het is echt vies. Ja. Poed het in. Iedereen had een vieze. Ja. Het zit er gewoon in mijn tand. Oh. Jij mag de laatste smeren. Ja, die had ze. Oké. Maar hadden jullie geen stinkbak? Jawel, vind je niet zo erg. Ik deed hem heel snel. Ik beet en toen had ik meteen... Ja, dat. Ja, dat had ik ook. En toen ging ik twijfelen. Toen dacht ik, of proef ik nou marshmallow? Ja, en toen ging je weer kouwen. Ja. Heel gewoon, echt gewoon een soort mindfuck. Ja. Ja. Dat ik denk, wat proef ik nou? Ik weet het niet. Maar wat proefde jij want bij stinkbak? Ik kan me gewoon geen voorstel maken wat er gaat. Mij proefde een beetje alsof iets aan de rotte was. Ja. En ik dan een hap. Ja. Ja. Hoe je denkt dat het net zoals bij de hoofd. Zo. Dat. Ja. Ja, alleen vrouwen kunnen een eetstoornis hebben. Oneens. Nee. Toen ik op de middelbare school zat, toen was er. Had ik een eetstoornis en toen moest ik lunchen met mijn mentor in die rare kantine. Toen was er een jongen die had ook een eetstoornis, dus daar moest ik ook mee lunchen. Dus. Nee, maar onwaar. Je moest op de middelbare school apart lunchen. Zij zei tegen mijn ouders: ik ga lunchen met jouw kind zodat ze luncht. Dat is echt heel lief ook. Ze was ook heel lief. Ik waardeerde het helemaal niet. Nee, terugkijkend erop was het heel lief. En voelde je niet een beetje geïsoleerd zonder les? Maar dat was ook sowieso wel, eigenlijk. Want anders dan ging ik gewoon rondlopen om maar niet met mensen te doen. Ja. Voor haar huis, ik heb heel veel gespijbeld in die tijd ook. Maar ik gewoon dacht, ja... Dat is niet echt. Nou, ik heb maar hoor, maar wel echt. Ja. Zullen we nog een stelling doen? Alleen jongeren in de puberteit ontwikkelen een eetstoornis. Ja, het is een hele vormende fase natuurlijk in je ontwikkeling. Ja, eetstoornissen ontwikkelen zich wel vaak tijdens een life-changing event. En puberteit is een life-changing event. Op zich, ja. En je lichaam verandert heel erg en je hormonen gaan alle kanten op. Je bent jezelf helemaal aan het ontwikkelen als mens. En het gebeurt wel, maar niet alleen, maar het kan ook op later leeftijd of op jongere leeftijd. Ja, het kan ook misschien later ontpoppen. Ja. Er een zaadje, dat toen wel eens planten, maar ik ben een beetje oncomfortabel in mijn lichaam. Ja, en wanneer je dan iets hebt of zo, of dan boom. Ja, deze. Cappuccino of liver en onion. Ja, maar die wil ik niet. 3, 2, 1. Sorry. Dit is echt niet goed. Dit is echt niet goed. Heb jij wel de goede? Ze heeft wel de goede. Huh? Lever weet ik ook niet hoe dat proeft eigenlijk, maar die ui. Oh, het brullenbroek stinkt ook. Ja. Ach, de koude ding. Maar wat had je ook lever ui? Het zit in mijn kiezen. Oh mijn god. Ga je goed? Zullen we nu nog eentje doen, stelling? Als je pizza durft te eten, dan heb je geen eetstoornis meer. Nee, ja, dat weet ik. Hè? Jullie gaan allemaal echt niet goed. Wat je precies eet en hoeveel je eet, zegt niks over de ernst van je eetstoornis. Want het gaat om wat je in je hoofd gebeurt. Onwaar. Ja, maar ook bij anorexia, wat je ook eet. Ja. Jongen, in de diepste tijd kan je ook gewoon naar de Mac gaan en pizza eten. Ja, zeker. Ja. Jongens. Ja. We hebben nog die groene over. Oh, dat is peer of zo. Ik ga zo stuk op jullie. Dat is En er zijn er maar drie. Weet je, erger kan het niet worden dan dit. Jij mag hem weer skippen voor mijn gevoel. Echt?
Ik heb maar... het gevoel dat jij het niet verkeerd hebt. Ja, maar ik reageer misschien gewoon heftig. Ik neem de tandpastei, hè? Oh, dat ziet er niet uit. Ja. Nou, cheers jongens. Nee, ik heb boeger. Heel goor. Oh, dit is tandpastei. Ja, I get it. Lekker wel. Ik heb echt even nodig. Maar moet ik hem doorslikken? Nee. Dat is echt heel vies. Dat is heel lekker. Peer. Nee, zij heeft snot. Heb je snot? Ik dacht, jij wel, hè? Ja, ja, ja. Ja. Hopelijk zijn jullie een beetje wijzer geworden tijdens deze video. Ik weet dat ik dit echt nooit meer ga doen. Doei. Joe.